Voilà, Alistair, le match est terminé. Le score est un peu impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Alors, lorsque Citizen est allé à Bruges, vous avez gagné 17-0 et ici vous prenez 70 points. What Ouais. you heard? U spreek in Nederlands, het is beter voor u. Sorry. Ja, het is een beetje een samenloop van omstandigheden. Enerzijds zitten we nog steeds met een redelijk aantal blessures. Anderzijds is het paasweekend traditioneel in West-Vlaanderen een familieweekend. Dus hadden we toch ook een paar spelers die op familieweekend moesten. Ik sta liever op Trevi-veld. Ok, donc si j'ai bien compris, en Flandre, le week-end de Pâques était un peu sacré, c'est pour ça qu'assez peu d'absents, parce que vous n'aviez qu'une seule réserve, c'était civil. Hein. Ouais. Bon, donc il n'y a pas d'excuses. Non, pas du tout. Citizens is een ploeg die echt heel, heel goed speelt. Hier vandaag en denk ik ook eigenlijk al heel het seizoen met mooie overwinningen en verdiende overwinningen spelen. Het is inderdaad zo dat wij thuis tegen Citizens gewonnen hebben. Onze ploeg was dan ook wat sterker. En ja, ik weet niet bij Citizens zelf wat daar gebeurd is, maar goed. Citizens verdient zeker vandaag de overwinning. En eigenlijk chapeau voor de manier dat ze gespeeld hebben. Heel, heel sterk. En voor u deze seizoen was goed. U blijft in derde divisie. Doelstelling begin van het seizoen was eigenlijk behoud. Nu, het eerste deel van het seizoen hebben we toch redelijk wat matchen gewonnen. Dus hebben we die ambitie wat bijgestuurd, top 5. Nu na de winterstop hebben we dan wel enkele matchen verloren. Dus hebben we de doelstelling terug moeten terugschroeven naar behoud. Dus ik denk dat we daarbij wel tevreden mogen zijn. Ja. Voor mij. U bent het beste speler op het terrein. Non, het is waar. Normalement, je ne fais jamais de compliments, mais c'est vrai. Tu as pu jouer à l'interception et à la. Mais enfin, bon, ça peut arriver. Dank u wel, tot ziens. Dank u wel, bedankt. Graag gedaan. Dank u.